Want Fedewa, jij bent verantwoordelijk voor Lab Z. En dat zagen we net al. Ik ben niet verantwoordelijk voor Lab Z, maar... Nee, nou... Ik mag wel voor Lab Z wat dingen doen. Ja, zeker, zeker, zeker. En kun je wat voor ons allemaal vertellen over Lab Z? Wat dat is? Goedemiddag in eerste instantie. Leuk om jullie allemaal te zien. Ik zag net de achterkantjes en nu zie ik de voorkanten. Mijn naam is dus Fedewa El Akshawi en ik ben als theatermaker verbonden bij Lab Z. En dat houdt in dat ik voor een periode voorstellingen mag maken en een ontwikkelingstraject in ben gegaan om mezelf als autonome maker verder te ontwikkelen. Ja. Even in een notendop. En Lab Z die investeert in nieuwe makers, in Rotterdams talent. En dat doen ze middels een aantal trajecten. Dat is een soort van beginnerstraject waarin je mag meelopen. Vervolgens hebben ze een wat intensiever traject. Dan mag je gaan toewerken naar een presentatie, een korte presentatie, een teaser. Die heb ik vorig jaar gedaan. En het eindtraject wat ze hebben binnen Lab Z is als ze merken van nou, jij krijgt je vleugels en je mag gaan uitvliegen. En dan mag je een volwaardig productie gaan maken. En volgend jaar sta ik op de stapel om in het nieuwe gebouw in de première week mijn voorstellingen aan de wereld te laten zien. Ja, leuk. Zeker, yes. En zometeen gaan we ook naar iets kijken hier. Ja, jullie kun je daar wat over vertellen? Wat kan ik daarover vertellen? Als ik mezelf moet omschrijven als maker, dan zeg ik dat ik een maker ben die constant aan het pogen is. Pogen te mislukken, pogen te lukken. Dus jullie gaan nu ook naar een poging kijken van mij waarin ik de wereld ga proberen te redden. En waarom? Wauw, de wereld redden. Ja, de hele wereld, ja. Ja, zullen we dan maar gaan kijken? Nou, laten we dat vooral doen. Kun jij het aankondigen? Ja. Ja. Toch? Hier ben ik. Ja. Ik wil die lenen. Ja. Waarom? Omdat ik... Nee, dit is goed. Want waarom? Want dan ga ik hem erin zetten.